Tot slot, het vuurwerkverbod lijkt definitief, Johan. Wat vind je daarvan? Geen vuurwerk op nieuwjaar? Nou, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind de argumenten ook goed. En dan gaan ze nog voorbij aan de argumenten dat werkelijk alle dierenliefhebbers in dit land... En jullie gingen altijd naar een speciaal hotel toe, toch? Ja, ik ging altijd naar een hotel toe, want die hond is als de dood voor knalvuurwerk. Ja. Maar daar had de Partij van de Dieren wel eens wat meer aan moeten doen. Want alle dierenliefhebbers die hebben een hele nare auto nieuw. Maar ik denk dat er niks van terecht komt, hoor. Hmm. Want kijk, bij mij in het dorp zien we nooit een politieagent. Dus ja, die jongens die gaan even een paar kilometer verder in Duitsland knalvuurwerk halen. Ja. En ja, dat wordt gewoon... Jullie hebben toch wel een veldwachter daar in Gollo? Gewoon eentje? Nou, de politie moet het gieten komen. Dan ben je gauw 20 minuten onderweg. Dus ja, dan zijn ze al uitgeknald. Maar dit kan wel, toch? Als we nu is niet dat siervuurwerk, mag alleen dit nog, volgens mij. Hij vindt het leuk. Ja. Hij vindt dat zo leuk. Ik vind dat zo grappig. Ja, ik die moet lachen. Er zit nog iemand. Ja, die vond het ook grappig. Ja, eentje hoor ik wel. Nou jongens, dat was hem weer. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight app.